Nee, is nog een beetje in het ongewis. NAC heeft een optie, dat weten jullie denk ik. Ik wacht het gewoon af. Ik moet gewoon zorgen dat ik het niveau van voor de winterstop haal. Dat ik regelmatig score en wat assist gaf. Daar moet ik gewoon zorgen dat ik weer naartoe ga. En dan is het aan NAC wat hun willen. En dan zullen we wel zien waar, waar ik volgend jaar speel. Maar heb je al een gesprek gehad met NAC? Nou, ik heb een oriënterend gesprek gehad met de nieuwe TD. Dat was op zich wel positief. Alleen we hebben het nog niet echt over de details gehad. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, NAC kan ze natuurlijk wel uitspreken van ja, we willen met je door. En dat kan jij andersom natuurlijk ook doen van ik wil bij NAC blijven. Ja, tuurlijk. Kijk, ik heb nog 2 jaar contract bij Luik. Dus het is in eerste instantie aan NAC wat die willen. Willen ze me overnemen, willen ze me niet overnemen. En daarna is het... Heeft NAC daar iets van gezegd tegen jou? Nou ja, niet met die woorden. Ze hebben wel gezegd dat ze gewoon tevreden waren. Het is ook moeilijk natuurlijk voor die nieuwe technisch directeur. Omdat die was er voor de winterstop niet. Dus die heeft me eigenlijk nog niet echt veel wedstrijden zien spelen. Ik denk dat die dat moet bepalen in de aankomende wedstrijden samen met de trainers, denk ik. En dan zullen we het wel zien. Wat wil je zelf? Ja, het is moeilijk. Kijk, ik heb altijd gezegd dat ik het heel erg naar mijn zin heb bij NAC natuurlijk. Dat ik er zeker open voor sta om hier te blijven. Alleen ik weet ook niet of het mogelijk is. Dan moeten we afwachten. Ja, want NAC zou wel een transfersom voor jou moeten betalen. Ja, inderdaad. Die is al vastgesteld geloof ik, hè? Een ton geloof ik. Ja, zoiets. Ik weet niet precies hoeveel, maar het zijn geen schokkende bedragen zoals ik weet. Wat ik zeg, het moet ook kunnen natuurlijk. Dan gaan we afwachten. Ik weet het echt niet.